Ja? Ja, moet je wel je gezicht ervoor houden. Test, test, test. Ja, is je klaar met kletsen? Ja. Wat zou ik eens gaan vertellen, Mees? Ik weet nog niet. Hoe lief je bent, of hoe stout je bent. Ja, je voelt misschien. Hoe ik me voel? Ja. Oh. Heel lang eigenlijk had ik niet echt de wens nog voor kinderen. Toen toch zeg maar dat bekende klokje ging tikken of hoe noem je dat, weet ik veel. Nou, waren we alle twee wel er klaar voor. En eigenlijk had ik niet daar heel erg verwachting natuurlijk. Je verwacht wel, je probeert het je in te beelden van hoe het eruit zal zien als hier een kleintje in huis rondhuppelt en loopt. Het voelde me echt zo roze. Dacht ik van, nou, als zij mij met 20 weken gaan vertellen dat het een jongen is, dan zeg ik, dat is gek zijn, kan gewoon niet, het is gewoon een meisje, ik voel me zo roze. De kinderkamer inrichten en de kleertjes van zolder halen en een keertje uitwassen. Ik had ook echt de glow, iedereen zei het ook tegen me, zo, wat straal jij, en zo voelde ik me ook gewoon. De dingetjes die we nog nodig hebben, daarvoor naar de winkel gaan, gewoon het onbezorgde genieten van een zwangerschap. Als ik dacht aan dat beeld van een zus met een klein broertje of met een kleine zus. Ja, dat was echt, dan begon ik te stralen als ik daar aan dacht. Dat was echt wel het plaatje wat ik voor ogen had. Nou, de winter. Ik zag ons wel zitten met het gezinnetje, samen op vakantie, leuke dingen doen, lekker knutselen, koekjes bakken, ja, een beetje de hele hut, dat weet je wel. Ja, en dat is dan dus niet. Het is voor mij alweer bijna 8 jaar geleden dat een mooie meisje geboren werd. Ze was zo lief. Zo volmaakt en zo makkelijk. Maar na het stoppen van de borstvoeding ging er iets niet goed. Bij mij. Je ziet je kind. Waarvan je weet dat ze het mooiste en het kostbaarste en het liefste is dat je kan bezitten, maar je voelt het niet. Je voelt niet die vlindertjes in je buik. Die ik wel had bij de geboorte van mijn zoon. Doe me dag zwaaien. Tot later. Je knuffelt met haar. En je wil haar beschermen. Maar het gevoel is leeg. Helemaal leeg. Ik zei vaak tegen Erik van, het lijkt wel alsof het vastloopt in mijn hoofd. Alsof dingen niet goed doorkomen. Ja, dat een vrouw gewoon eigenlijk compleet verandert. Verandert in een slechte zin. Dat ze zich verliest.
Ze heeft angstaanvallen. Kan geen gesprek meer met haar voeren. Probeert ze lief mogelijk te doen. Maar ze is er zelf niet. Mei 2010 werd onze tweede dochter geboren, Mirthe. Een wolk van een dochter na een hele snelle bevalling van 1,5 uur. Ja, jongen. Alleen deze keer ging het gewoon stukken slechter. Het was bijna niet meer te vergelijken met de eerste keer. Wat hebben we hier? Een baby? Dit is die zus. Drinken. Ja, wat die drinken. Ja, dat is zo mooi, jongen. Wat ik het moeilijkste vind, denk ik, van alles, is had ik al een band mee, die was er al bijna 2 jaar. Maar Mirthe was nieuw en Mirthe lag daar in de box of in de wieg of waar dan ook. En als ik dan naar haar keek, dan voelde ik dat helemaal niet. Ik voelde geen liefde. Ik voelde heel veel tegen haar, voor haar. Behalve wat ik zo graag wilde voelen en dat was liefde. Wat moet je doen op dat moment? Je hebt geen gebruiksaanwijzing. Je hoopt erop. Je hoopt op het beste. Je hoopt dat het over zal gaan. Ik heb wel eens gehad dat ze naast mij lag in de wieg. En dat ik wilde gaan slapen, maar dat ze zo aan het jengelen was en zo niet wilde gaan slapen. En ik was gewoon zo moe en ik moest slapen en mijn lontje was zo kort. Dus ik dacht, nou huppakee, de hand bij in de wieg. Ik aaide wat over de wangetje en geef haar de spee nog een keer. En ik blijf er wat aaien en wat sussen, want ze moet nu gaan slapen. En toen dat niet gebeurde, toen ze bleef jengelen, heb ik op een gegeven moment ook echt wel mijn hand uit die wieg gehaald en diep onder de dekens gestopt. Omdat ik echt dacht, als je nu niet ophoudt. Ik wil het cadeaus van Mirthe, Janne. Ja, ik zag een lieve moeder die goed was voor de kinderen. Ja, en wat er dan allemaal in haar hoofd speelt. Ik heb een chef op de camera. Laten we straks later over eens. Hoi, ballon. Ja. Gaan we via de chef? Hij lag hier tegen de rode keuken. Oh. Nou, of dit nou inderdaad die roze wolk was waar iedereen het altijd over heeft. En waarom dat het bij ons nou weer net niet lukte en waarom dat het bij een ander wel. En wat we dan misschien verkeerd deden of waar het aan kon liggen of dat het aan ons lag. Ik voel mezelf zo breekbaar en ik had zo het gevoel te falen in alles. Ik was niet meer de vrouw die ik van Erik was. Ik voelde me niet meer de moeder die ik me eigenlijk al jaren voelde. Ook door onze eerste zoon Sven. Dat was altijd allemaal super goed gegaan. Ik snapte er niks van. Vandaag een nieuwe dag van de week en het weekend weer overleefd. Een heel leuk weekend gehad,
omdat Sinterklaas natuurlijk kwam. Maar gevoel, wel, hoe ik me nu voel, is gewoon, ja, kut, klote shit. Wel. Een gevoel wat, je ook, wat ik voel en wat er ook echt zit. Een soort blok in je buik, maag. Je moet eruit, dus je gaat er wel uit. Maar eigenlijk wil je blijven liggen en heb je er helemaal geen reet zin in. Dan denk je allemaal... Of er gaat door je hoofd, zal ik maar oppas gaan regelen? Of ik heb hier geen zin. Ja, ik heb gewoon geen zin. Teleurgesteld. Dat het gevoel dat het toch weer is. Het liefst dan de hele dag in mijn bed willen liggen. Elk geluidje is te veel. Geen energie. Maar toch proberen wel positief weer de dag door te komen. 'S Avonds voel ik me goed. Dan heb je de dag overleefd. Vorige week ging het wel goed. Het is dit weekend gewoon knullen. Te veel gedaan. Weet ik ook wel. Maar je wil ook graag gewoon weer het normale mee gaan. Laten zien dat je het kan. Maar moeilijk. Keetje. Ga je doen? Nee. Mag niet. Eerst wisten we niet wat er met me was. Ik ging gewoon door. Ik ben gewoon nog gaan werken. Ik dacht van ja, het zal er allemaal wel bij horen, hormonen. Op een gegeven moment was het zo erg dat ook Dennis die zei van nou, dit is niet goed. Je moet hier wat mee doen. Nou, in het begin had ik echt zoiets van nou, we gaan er tegenaan. En de psychiater gelijk mee. En nu zijn we een jaar verder. Dit allemaal weer zo lang. Als je weet, wel, hè, omdat we meestal was hetzelfde verhaal. En als dat vergelijk, ja, dit keer met Kay was erger, heftiger. Woede aanval, dingen gooien. Ja. Dat is niet één keer. Ik bedoel, als de psychiater zegt van dat het het beste is dat we geen derde kind nemen, dan... Geleden kwam ook ons wens voor een tweede kindje. We hebben eigenlijk altijd wel gehad over twee of misschien zelfs drie kindjes. Maar door de depressie die ik had na de geboorte van Sam,
Ja, wordt dat toch even in een ander perspectief gezet. Nu zie ik een hele gelukkige moeder. Met een heel ondeugend jongetje, maar dat is prima. Dat is de leeftijd. En als ik nu terugkijk, dan heb ik het eerste jaar een moeder gezien die heel erg de best deed om aan Sam niet te laten merken dat er iets met haar aan de hand was. En dat realiseerde ik me pas toen wij op een gegeven moment zaten wij met z'n tweeën foto's te kijken. En dat was voor mij een heel erg confronterend moment. Dat ze tegen me zei, ik heb bijna het hele eerste jaar in een waas geleefd. Ik weet van heel veel momenten niet meer dat ze gebeurd zijn. Dat was echt bizar. Dat was echt voor mij het meest confronterende wat er gebeurd is. Kom maar, schat. Kom maar. Je ziet zo'n kleine, zie je opgroeien, zie je groter worden. Je ziet zijn wereld vergroten. Hij klimt nogal veel en je ziet dat hij overal opklimt en overal doet. En het gaat al zo snel. En dan mis je dus gewoon een heel jaar. En dan krijgen we gelukkig een tweede kans. Eten ging goed. Slapen ging goed. Geeft ook al snel het gevoel alsof je niet mag klagen. Want je hebt ook eigenlijk niks te klagen. Maar ondanks dat het dan met hem zo goed ging, ging het met mij helemaal niet goed. Er zijn dagen geweest dat ik niks anders kon doen als alleen maar huilen. En dat ik amper voor mezelf kon zorgen. En dan had ik ook nog een baby om voor te zorgen. Dat er zijn dagen geweest dat het niet ging. Ik kon nog niet alleen een dag zijn met de kinderen. En ik gaf ze eten. En ik zorgde ze dat ze kleren aankregen. Maar voor de rest ook niet. Daar hield het ook wel mee op. Je wil alleen maar liggen. Huilen. Onder een deken. Fuck all. Gewoon zwaar, zwaar, zwaar kut klote voelen. Kraambezoek. Oh. Ik zorgde voor allebei mijn kinderen. Ik deed wat ik als moeder moest doen. Mijn hoofd. De overuren. En iedereen zegt dan altijd, joh, die is de tijd en dat is zo belangrijk. En die hechting, hè, tussen moeder en kind. Want had mijn kind dan straks dus geen goede hechting, kreeg ze hier op latere leeftijd problemen mee. Was het straks een onhandelbaar kind, omdat ik er nu niet de liefde gaf die zijn zoon hard nodig had. Dus zij kon hier toch niks aan doen. Een gevoel van schaamte ook, dat ik er niet kon geven wat ze nodig had. Maar het meeste pijn. Je hebt een mooi meisje gekregen. En je houdt er niet van. Dat is het ergste. Het gevoel is er niet. Ik heb een gezonde dochter. Nou, rot op met die fucking roze wolk, want die is er gewoon niet. Je kunt niet met haar ook praten daarover eigenlijk. Dat gaat niet. Zij zei meteen altijd, ja, je begrijpt me niet. Je begrijpt me niet. Dus ja, weet je, dan probeer je je best te doen. Maar ja, dat kon ik niet. En dan voel je echt als man machteloos. Absoluut machteloos.
En je wilde vastpakken, maar dat mag niet. En je wilt van alles doen, maar het wordt niet toegelaten. Er wordt elke keer gezegd, nee, dat wil ik niet. Weg. Dat zegt ze ook af en toe letterlijk, heeft ze dat tegen me gezegd, weg. Vanessa die zei wel van, joh, volgens mij heeft het met hormonen te maken. En ging naar de huisarts. Maar daar lag het niet aan. Mocht ze een keertje gaan prikken. Het schildklier, geloof ik. En nee hoor, niks aan de hand. Dus echt, die fase zijn we eerst ingegaan. En echt postmortale depressie. Is pas heel laat gekomen. Ja, dat had een naam, maar ja, dat zei me op dat moment ook nog niks. Ja, van, ja, wat is het? Hoe lang gaat het duren? Wat kunnen we eraan doen? Ja, pilletjes slikken, maar voor de rest lastig te plaatsen. Wij waren een spoedgeval, zoals dat heette. Want er moest gewoon snel hulp ingezet worden. Maar het duurde een week voordat er iemand van de thuiszorg kwam voor een intakegesprek. En toen we uiteindelijk dan hoorden van nou, we krijgen dus uiteindelijk 2 keer in de week 3 uurtjes hulp. Wanneer zou je dan die het liefst willen? Toen was ik gewoon echt zo teleurgesteld, maar ook boos en verdrietig. Ik ben toen ook nog wel door de huisarts naar een psycholoog gestuurd. En ik heb echt niks tegen psychologen, echt niet. Maar als je in de verkeerde hoek zit en je gaat naar een psycholoog en je vertelt hoe je je voelt en die gaat voeten in je verleden, wat echt al gevoelsmatig voor mij er gewoon helemaal niks mee te maken had. Er was namelijk voor mij geen enkele aanleiding, niks om me zo te voelen. Alles wat ik, waar ik ooit van droomde, wat ik wilde, dat had ik. En dan gingen ze dingen vragen over vroeger. En ik voelde me zo ellendig als ik daar vandaan kwam. Dan denk ik, ja, weet je, ik zit hier te kletsen, maar het klopt gewoon niet. Dit is niet waarom ik me zo voel. Ik vond het zo frustrerend om zo machteloos te zijn. Dat je gewoon zelf niet actief kunt bijdragen aan je herstel. Zo voelde het voor mij. En dan ga je toch andere dingen proberen. Om te kijken of je je beter gaat voelen. Dus ik ging het zoeken bij een acupuncturist. Bij iemand die voetreflectie gaf. Maar eigenlijk liep alles liep dood. Ik ben vooral ook verbaasd om te merken de verschillende visies die erop zijn. Verschillende aanpakken die er zijn. En dat je dus daarbinnen je weg moet vinden in wat bij jou past. Ik zat aan slaappillen, ik had ontspanningspillen, ik ging naar de psycholoog, ik ging naar de huisarts. Alles om ervoor te knokken om dit boven te komen en dit niet weer zo lang ellendige shitzooi mee te maken. Als ik voor antidepressiva kies, dan zijn er nog 2 keuzes in. Ik kan het preventief gaan nemen, dus altijd is mijn zwangerschap. En dat het dan ten tijde van de bevalling eigenlijk optimaal werkt. Of ik kan ervoor kiezen het pas te gaan nemen als er eventueel klachten gaan ontstaan. Ik bedoel, dat is niet zeker. De kans is zeker aanwezig dat ik klachten krijg, omdat ik dat na mijn eerste bevalling ook heb gehad. Maar de kanttekening daarbij is wel als ik het pas ga innemen als ik klachten krijg, dan moet het middel heeft tijd nodig om in te werken, een week of 6-7, waarvan het de eerste 2 weken echt slechter gaat. En dan denk ik, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Dus voor mijn gevoel heb ik, ja, is het niet echt een keuze. Ik weet wat het is, ik heb het meegemaakt en nee, ik wil alles voorkomen om het nog een keer door te moeten maken. Bij de tweede ging het heftiger aan toe dan bij de eerste, kan ik me heugen. Dat hij dan naar boven toe werd gestuurd. Dat hij bij het
Het traphekje boven stond te schreeuwen. Mees eigenlijk nog niet eens zozeer. Maar na het tweede bekeken echt wel. Ja. Ja, en toen zei de dokter zei van nou, als ze begint te hallucineren, dan moet je even aan de bel trekken, want dan moet ze opgenomen worden. Ja, het is een reële angst voor herhaling. En die angst is er nog steeds. Maar omdat de hulplijnen uitstaan, mag die er zijn. Van mezelf. Ik kon Kay niet verzorgen. Ik wist niet eens wat haar voedingsritme was. Ik kon haar niet verscholen. Ze waren bang dat ik wat aan zou doen. Je voelt je zo machteloos. In je hoofd denk je, schrik je ervan dat je dat te horen krijgt. Ik mag niet alleen zijn. Kom op mee. Ik weet toch wel hoe ik mijn eigen kind moet verzorgen. Ik zat zo... Ja, op het randje van opname in die eerste weken. Omdat ik zo moe was en angstig en onzeker, wilden ze gewoon niet dat ik alleen bleef bij Kay. Niet dat ik er wat aan wilde doen. Echt niet. Wat me heel erg heeft aangegrepen, is wel echt de eenzaamheid die je ervaart als je je zo voelt. En dat je eigenlijk doordat je niet weet waar je naartoe moet, omdat je heel bang bent dat je opgenomen moet worden, of dat je kinderen bij je weggehaald worden omdat je van die rare gedachten hebt en dat je je niet capabel voelt als moeder. Je weet niet waar je aan moet kloppen. En je weet niet. Je weet niet wat. Je hoeft ook niet alles aan je vrienden te vertellen, want ook dan ben je bang dat ze je gek vinden.
ze niks meer met je te maken willen hebben. Kom, gaan wij naar opa, jongens? Waarom gaan wij naar opa? En te geef me een kusje aan, poepje. Ja, de eenzaamheid in die zin is ook wel dat je thuis kan je er niet over praten, want je kan je ei niet kwijt. Je hebt niet het gevoel dat je er echt kan helpen. Hoe graag je dat ook wil. En bij de nabije omgeving is het ook vrij moeilijk om daar iets over te vertellen. Zwaai even naar de camera. Want dat zit tussen de oren. Laat ze maar naar een psycholoog gaan. Het zit tussen de oren, ze is gek. Het is niet letterlijk zo gezegd, maar... dat zo voelde het wel. Voor mijn omgeving was alles natuurlijk ook één groot vraagteken. Mensen die dichtbij me stonden, die... ja, weet je... waren lief voor me, hoor. Maar, begrepen, dat konden ze het niet. Heel veel mensen hadden geen idee. En in het begin heb ik er ook alles aan gedaan om iedereen zo ver mogelijk dat in detail uit te leggen hoe ik me voelde. En toch merkte ik bij heel veel mensen ook van de boodschap komt niet aan. Je hebt nog steeds geen idee. Ik kan het je ook niet uitleggen hoe ik me voel. Wat ik voel. Het is niet uit te leggen. Het is niet in woorden te beschrijven wat er gebeurt met je. En als je er zelf niet open over bent... ja, en hoe moet dan de familie of vrienden het snappen? En dan kun je ze ook niks kwalijk nemen. Je wil wel begrip, maar als je er niet om vraagt en als je het niet uitlegt, hoe moeten ze het dan geven? Voor de buitenwereld alles laten zien dat het goed was. Een façade. En daardoor eigenlijk ook, ja... de ene keer was ze vrolijk en de andere keer moesten ze via mij horen dat het toch niet zo goed ging. Ja, dat was gek, want gisteren zagen ze nog dat ze aan het lachen was met de kinderen. Elke dag zit je in onzekerheid, wat ga ik thuis aantreffen? De ene dag was het oké. En dan konden we normaal praten en de andere dag... ja, kwam ik thuis, kreeg ik Sam en dan was het niks. Of ik ging 's ochtends weg en dan moest ik een moeder bellen. Om te zeggen, ga jij alsjeblieft Sam halen? Want het gaat niet goed. Fem kan Sam niet aan. Nou, ze heeft inderdaad een keer... dat was ook op een avond. En dan wou je inderdaad een stukje wandelen naar de Zeedijk toe. En toen zij inderdaad mij dan ook vertelde dat, ach, wanneer er nu een auto aankomt, zei ze, dan schept hij mij maar. Het was niet dat ik suïcidaal was voor mijn gevoel. Ik wilde niet heel graag dood. Maar ik weet niet wat ik wel wilde, maar ik had er vrede mee als ik aangereden zou worden. Al was het alleen maar dat ik in de kreukels in het ziekenhuis lag voor mijn part. Dat ik niks hoefde te doen, in een bed liggen, verzorgd werd. De verantwoordelijkheden die ik had als moeder en als partner, hoefde ik dan ook even allemaal niet meer, want dan kon ik het ook letterlijk niet meer. Maar als het tot gevolg had dat die auto me zou raken op een dusdanige manier dat mijn leven daar zou stoppen, dan was het maar zo. Dan kon ik daar vrede mee hebben. Want ik voegde niks meer toe. Ik voegde niks meer toe voor niemand. En dat waren ook wel dingen van ik denk, ja... als ze dat over zichzelf denkt. Ja, kan zij de kinderen ook wat aandoen? Ja.
heel lang vond ik het heel eng om alleen in bad te doen. Als ik hem dan vast had in het badje, dan kwam de gedachte in mijn hoofd op. Als ik hem weer loslaat, dan is het klaar. Dan is het afgelopen. Begin je gewoon ook een angst te ontwikkelen voor scherpe messen. En dan moet je iedere dag koken. Dat was leuk. Als ik Kay hoorde huilen. Oh. Alsof er spijkers op mijn armen en rug kwamen. De gedachte daarbij. Dan dacht ik, hou alsjeblieft je kop. Tot erger. Diep van binnen weet je dat... Wist ik dat dat niet... Dat ik dat niet ging doen, dat het dat helemaal niet was wat ik wou. Maar het idee alleen al dat je zo'n gedachte kunt hebben, dat was zo eng. En ook dat, toen ik dat die eerste keer had, had ik echt zoiets van, wat is dit? Waarom? Waarom word ik nou bang van zo'n mes? Is de dood. Zo zou doen? Dit wil ik helemaal niet. En ook als ik bovenaan de trap stond, we woonden in een flat, en dan een betonnen trap naar beneden, dan had ik die kleine in mijn armen en dan stond ik daar bovenaan en dan had ik de gedachte, als ik nu loslaat, dan is het klaar. Dan ga je het dan niet vertellen aan de dokter? Want die denkt, ze is gek. Op een gegeven moment word je ook echt bang dat je gek wordt. Dat ik er dus klaarblijkelijk vrede mee zou hebben als ik dood zou gaan. Omdat ik me dan verlost zou voelen van de ellende die ik op mijn schouders meedroeg. Het is verdrietig. Het is angst. Ik had er nu nog helemaal naar van als ik aan denk. Zingen voor dit jarige meisje. Ja. Papa. Is er een jarig hoera. Heel even stoppen. Oh. Het duurde zo verschrikkelijk lang. Het duurde ontzettend lang.
dat op een gegeven moment ook, ik ook begon te twijfelen. Van, komen we hier wel uit? En dat ga ik toch niet zeggen? Als ik zeg van, ik geloof er niet meer in, ja, dan, als ik dat begin te doen, dan gaat het niks meer worden. Dus ik moet maar gewoon doorgaan. Sporten. Hardlopen. Die tijd ik heel veel hardlopen. Hardlopen maakt mijn hoofd leeg. Ik had niet direct het gevoel dat het aan mij lag. Maar je denkt wel eens na, is dit het? En als het dan inderdaad niet beter wordt, zou ik dan zo mijn hele leven door willen? Ja. Bij de buren is het gras altijd groener, zeggen ze dan. Wat ik gewoon mis is gewoon op dat soort momenten gewoon een normale contact. Gewoon spraak en lichamelijk, zeg maar. Nou, dat is wat afwezig. Dus dat vind ik af en toe lastig. Gewoon een normale leven, gewoon zoals het eigenlijk altijd ging. Ja, natuurlijk zie je om je heen en dan denk je van nou, ja. Dat is ook wel leuk. Ik heb het gelukkig nooit gedaan. Daar wordt het ook niet beter van. Maar je staat er wel bij stil. Maar ja, als die dan ook kinderen wil en je eindigt weer zo, dan heb je weer hetzelfde. Dan moet je weer veranderen. Het is Joods Sneun. En we zijn in het bloemenplukveld. Hoi, Tirza. Hoi. Hoi. Welke mag ik nou mee voor die plukken? Die kan wel presenteren. Nee. Nou, bij mij. Mam, is het mooi, Mette? Misschien was dat ook wel een tactiek. Ja, dat denk ik zeker. Dat is jouw overlevingsdrang geweest. Ja, maar als ik mee was gevaren in hetzelfde bootje, dan hadden misschien allebei de gezonken. Dat zou goed kunnen, ja. Of elk in een eigen bootje gestapt. Ja, dat heb ik gedaan. Nee, maar ik bedoel... elke een eigen kant op varen. Nee, ja, dat bedoel ik niet. Nee, maar... Piep, piepen. Lekker sliepen. Hoi. Piep, piepen. Oh, lekker koersen. Hoi. Dat mogen. Je was soms ook wel hard, maar ik denk dat dat mij soms juist ook wel geholpen heeft door niet te blijven hangen in van, oh, wat heb ik te erg en wat ben ik zielig en wat voel ik me vreselijk. Maar dat ik soms dacht, nou, dan de schouders er ook maar weer onder. Al hoe zuur het soms ook wel was. En dat ik ook wel eens dacht, man, waar zit je hart? Heb ik ook wel eens gezegd. Heel vaak. Heel vaak. Maar ik denk dat het uiteindelijk ook wel geholpen heeft om inderdaad de goede kant op te blijven kijken. Ja. Ja, vroeger had ik nooit een hart. Nee. Die heb ik je gegeven. Ja. Gaan. Vorige week echt gewoon een bokkenweek. Ja, ik kan er niks anders van maken. Gewoon een rotweek gehad. En dan nu, deze week gaat het weer goed. Lang leven de postnatale depressie. Het is echt een rollercoaster. Hey, Mop. Hey, doen. Ja. En dan, nu gaat het weer goed. Lekker wezen sporten. Lekker gewerkt gisteren. Zo anders. Het is echt heel bizar. En dan, nou ja, zoals nu gewoon weer zin hebben, energie hebben. Ga je doen. Niet aan de knie. Nee. En dat is zo gek, want dan denk je van, nou, het gaat een hele poos, gaat het helemaal goed.
En dan kan je alsnog toch weer er iets in zetten. En dat is dan altijd weer een hele... Ja. Dat is dan altijd wel weer een grote teleurstelling, omdat je... Ja, je wil het niet. Je wil gewoon lekker weer jezelf zijn en gewoon weer lekker normaal, zoals je bent. Ja. 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 Dit. Maar goed, deze week gaat het lekker. Ja. En we zien wel weer hoe lang het duurt. Dit is weer mooi meegenomen. En tja, kijken wel. Je zit weer aan alle knoppen. Kom hier. Ja. Mag niet, hè? Mama, die weg. Niet aan de knopjes. Nee, kijk, daar is Kay. Daar is Kay. Hey. Hier is hij. Moet je even springen. Hier is hij. Hallo. Nee. Nee, niet daar naar buiten. Daar is Kay. Ik heb nog een paar weken om verder voor te bereiden. Ik merk dat vooral het vertrouwen voor de bevalling wel echt aan het groeien is. Dat ik daar al steeds meer in geloof dat het een fijnere ervaring gaat worden als de vorige keer. Ik ben nu vooral heel erg aan het worstelen met de angst. Voor kans op herhaling. Dat zou ik echt heel erg vinden als dat zou gebeuren. Nee, dat wens ik echt niemand toe. Ik snap ook niet waarom hoe dit kan, hoe dit bestaat. Het heeft geen nut, het draagt nergens aan bij. Het is helemaal niks. Stom. Nou ja. Hey. Wat heb ik? Ballon. Oh, je ballon, hè? Bam. Vind je het mooi? Nou, pak maar in. Ja. Pak maar in. Let die maar even met haar stoel steken op. Wow. Langzaam maar zeker kwamen er ook momentjes. Eerst soms een paar minuten, op een gegeven moment is een uur, dat ik dacht, hey, ik voel me even iets beter. Ik voel me even niet zo depressief en niet zo dat de wereld zo zwart om me heen is. En ik had ook me niet kunnen voorstellen voordat ik kinderen had hoe het was om je zo te voelen. En wat voor effect een bevalling op je kan hebben en je hormonen op je kan hebben. Dat is ook niet voor te stellen. Gelukkig niet voor heel veel mensen. Het heeft bij mij bijna... Even denken hoor. Het is alweer even geleden. En nog kan ik erom huilen. Het was... in december. En die mij daarop zou bent een 4 worden. En toen kwam er voor mij echt hoop. Dan ben je nu dus 8 jaar verder zo'n beetje. Alles krijgt een plekje. Die pijn wordt een herinnering. Er is wel verdriet, want die tijd met Bente, dat ze zo klein is, zo vertederend, die krijg ik nooit meer terug. Laat ze maar! Order! Ja!
er op die ballon? Haartjes. Heeft u naar aanleiding van deze uitzending behoefte om met iemand te praten, dan kunt u nu bellen met Correlatie 0900 1450. Correlatie is ook bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren.